De 12 maanden inflatie van september 2015 tot september 2016 is vandaag door het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, vastgesteld op 77,1%. Het laatste inflatiecijfer is in juni uitgegeven. Volgens Iwan Snow, hij is directeur van het ABS, bedroeg het consumentenprijsindexcijfer, CPI, vorig jaar 63,8%. Het CPI geeft de ontwikkeling weer van de consumentenprijzen van een vast pakket van goederen en diensten ten opzichte van een bepaalde periode. Snow, die vandaag een persconferentie heeft belegd over het nieuwe CPI, geeft aan dat voor het oude pakket 297 items moesten worden gevolgd bij circa 415 meetpunten. Voor het nieuwe CPI zijn 340 items gevolgd bij circa 700 meetpunten. En we waren op 6500 prijsopnames per maand. Dat is in de initiële fase. Want straks gaat u merken waar we op uitgekomen zijn. En uiteraard, je had wat overlap. Hè? Zowel in items als in meetpunten. Het is een immense operatie om een parallel rond te doen. En je zou die operatie onder ideale omstandigheden moeten uitvoeren. Hoe waren de omstandigheden voor ons? Alvast zaten we met het uitblijven van de goedkeuring door de overheid. Van de voor 2015, dus de bond en directie overeengekomen CAO. Subsidieproblemen, die zijn begonnen in 2014. Maar ze zijn ernstig verergerd vanaf oktober van het afgelopen jaar. De ABS-subsidie is ingekort en wordt laat tot zeer laat overgemaakt. Met als gevolg acties. Door de acties van het personeel is er vertraging opgetreden bij het uitkomen van de CPI-resultaten van juli tot en met september 2016. Snow zegt verder te hopen dat de regering voortaan prioriteiten stelt, want deze statistieken zijn ook voor de overheid van belang. De ABS-directeur kijkt uit naar de maandinflatie van april tot juni 2016. De verschillen zijn niet geweldig groot. Misschien op Koikop 2 en Koikop 12 na. En wat er tussen april en juni gebeurd is met de oude index en met de nieuwe index. Wat betreft de hoofdgroepen. Het effect van het wegingsschema gaat dan natuurlijk ook een rol spelen. U ziet dat de... En dat is hoofdzakelijk verwachtbaar. In vele gevallen is die inflatie van april naar juni in de oude index wat hoger dan in de nieuwe index. Kijk op 5, 7 en 8 vormen daar een uitzondering op. Ja, kijk op 5, dat heeft te maken met woninginrichting en huisraad, hè. ABS-directeur Iwan Snow. Hij geeft nog aan dat de items in het pakket van het CPI geheim gehouden worden. Volgens de CPI-manual mogen deze items namelijk niet bekend worden gemaakt om manipulatie te voorkomen. De persconferentie over het nieuwe consumentenprijsindexcijfer is gehouden in de vergaderzaal van het ABS.